Ja, dat is ook afvragen omdat je dat al zo'n 20 jaar bezig bent. Dus is eind jaren 90, toen had Venray zijn toptijd wel gehad, zeg maar, qua succes in ieder geval. Heb je echt serieus een moment gehad van ik ga door of ik stop? Of ook echt als muzikant? Of is het voor jou nooit echt een ding geweest? Maar dat zijn af en toe van die flarden, van jemig. Het levert niet meer op wat het voorheen opleverde. Je moet het wel steeds opnieuw gaan zien waar je mee bezig bent. Echt stoppen, dat heb ik nog niet gehad, nee. Nee, maar het is van, ja, wat je zegt, je doet er ook veel dingen naast, maar van het beetje kan je natuurlijk niet leven. Ook. Ja, nou, daar moet je het ook, weet je, als je 150 keer per jaar speelt, ja oké, dan is dat je hoofdbezigheid. Maar ga je een paar jaar later speel je 20 keer per jaar, dan moet je zeggen van oké, die band, dat ligt wel mijn hart en ziel in, maar ik moet ook andere dingen daarnaast bij gaan doen. En laten we het leuk houden, zoiets. Terwijl je eerst alleen maar daarmee bezig was. Ja, maar al die andere dingen die je doet, dat is ook in de muziek, toch? Ja. Je hebt een studio. Ja, klopt. Is dat ooit een issue geweest van, goh, laat ik iets anders dan muziek gaan doen? Nee. Het eerste idee was, laten we studio beginnen. Omdat je daar een beetje ervaring in hebt als muzikant. Je weet, laat ik zeggen, je weet wat vervelend is in de studio. En ja, dat is je ervaring in de studio. Ja, oké. Nee, hoe kort nog eventjes dan, wat vind je zelf de beste muziek die je zelf gemaakt hebt? Beste liedje of plaat? Poeh. Ik bedoel, elk plaat is gewoon een deel of iets wat de tijd vangt waar je nu in bent, zeg maar. De laatste plaat is de meest representatieve van waar ik en waar Hallo Venray staat. En al die andere platen hebben dat ook. En misschien debuutplaat. Laat ik dat maar zeggen. Debuutplaat. You're a Little Guy with Glasses on. Dat was de eerste en dat was hartstikke leuk. Ja. Oké. Okay. Nou, ook wel eens gehad, of als je terugkijkt van daar zijn we de plank een beetje aan het misslaan? Of? Nou, nee. Nee, je slaat nooit de plank mis omdat je gewoon dus altijd zoekende bent. Ja. En in die tijd. Dat je dat doet, klopt dat. Je kan niet zeggen 2 jaar later van ja, dat was een misser. Ja, oké. Okay.